Minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie is gisteren in DNA ingegaan op de kwestie van de twee vermiste meisjes. Er was namelijk een hele hype ontstaan nadat in de media bekend was gemaakt dat de meisjes waren overleden. Daarna is deze bekendmaking gerectificeerd met de mededeling dat er helemaal geen lijkjes zijn gevonden en dat er geen spoor van de meisjes was. De Juspol-bewindsman gaf aan dat zaken die zich op sociale media voordoen het ministerie al geruime tijd bezighouden. Ze noemde als voorbeeld de beledigingen en de seksfilmpjes die via het internet worden verspreid. Dingen die in strijd zijn met morale ethiek houdt ons al een poos bezig. Wij zijn bezig te kijken hoe we wetgeving kunnen formuleren dat tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting niet aantast en maar ook tegelijkertijd bevorderen dat we de social media niet gebruiken als het, voor het verspreiden van pornofilmpjes, het beledigen van mensen en dergelijke. Wat zich gisteren heeft voorgedaan, dat is, ik heb er geen woorden voor. Een of ander gerucht, de man loopt met twee zakken met die lijken en heel Suriname is in paniek. Ik heb een politieke partij ook heel te groot trouw zien reageren op dat bericht. En ik als minister van Justitie check, wat is er? De politie zegt, we hebben geen lijken gevonden. Op een gegeven moment dacht ik, reageer toch wel, laat de politie reageren dat we geen lijken hebben. Dus dat is ook gebeurd. Later op de dag heb ik zelf ook gereageerd. En dan vraag je je af, wat is er eigenlijk met Suriname aan de hand? Helemaal ongeverifieerd. En dan zeg ik dat de burgerij daar te goede trouw op afgaat. Minister Jennifer van Dijk Silos gisteren in DNA. Zij sprak tijdens het agendapunt ingekomen stukken van de openbare vergadering waarbij de ontwerpwet over de maritieme zones van de Republiek Suriname, wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het decreet mijnbouw in behandeling waren. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Melvin Bova, gaf aan dat het noodzakelijk is dat de wetgeving met betrekking tot de maritieme zones goed wordt geregeld. Daarom dat wij, voorzitter, in de voorbereiding hier naartoe ons ontzettend hebben ingespannen om de wetgeving goed te regelen, de verschillende bepalingen aan te scherpen, zodat we kunnen voldoen aan een verantwoorde vaststelling van, bij wet van onze maritieme zone. Commissievoorzitter Melvin Bouva gisteren in DNA bij de behandeling van de ontwerpwet over de maritieme zone.